U heeft gezegd, ja, maar jullie zijn eigenlijk wat te vroeg. Dus wij hebben eigenlijk een probleem qua tijd. Wij moeten goed overeenkomen dat we toch hetzelfde tijdstip hebben. Vandaar dat we graag deze klok geven als een gemeenschappelijk eikpunt over deze week. Dank u wel. Bedankt voor de klok. En ook dank u wel om hier jullie bezorgdheden, dat gaan we lukken, te formuleren. Misschien een aantal elementen even herhalen. Ik heb het ook al een aantal keer tegen jullie gezegd. Dus wat hebben wij gedaan in de vorige regeerperiode, de vorige legislatuur, hebben wij ook in overleg met de organisaties het natuurdecreet gewijzigd. Wat zijn de grote principes uit dat natuurdecreet, waar jullie ook achter staan? Dat is dat we naar een sterke vereenvoudiging gaan. Nu is dat enorm versnipperd, dan heb je alle soorten types van beheersplannen. Dus we willen naar een sterke vereenvoudiging. Dat is ook zo goedgekeurd in het parlement. Twee, is het ook zo dat wij ervoor willen zorgen dat we meer gaan subsidiëren op basis van doelstellingen die behaald worden. Waar in het verleden natuurdecreet subsidies gaf, meer op basis van wie doet dat natuurbeheer, willen we dat in de toekomst doen op basis van de doelen die je bereikt. Haal je de doelstellingen die van hoge rand worden opgelegd. Dat is het tweede principe, dus vereenvoudiging en de doelstellingen halen. Het derde principe is dat het natuurbeheer ook voor iedereen openstaat. Om het even wie dezelfde inspanning doet en dezelfde doelstellingen haalt, kan dezelfde subsidies krijgen. Of dat dat natuurpunt is, of dat is een andere VZW, of dat is een gemeentebestuur, of dat is een particulier, of dat is een landbouwer, of dat is een boseigenaar. Iedereen die aan dezelfde principes voldoet, kan ook dezelfde subsidies krijgen. We hebben dat een beetje samengevat met de gelijke monniken, gelijke kappen. Dus wie hetzelfde doet, komt voor hetzelfde in aanmerking. Er zijn drie principes waar we het over eens zijn, die ook het parlement gestemd heeft. Wat moet er nu gebeuren als er zo'n nieuw natuurdecreet is? Dan moet je dat ook gaan uitvoeren in uitvoeringsbesluit. Ik heb opdracht gegeven aan mijn diensten, het agentschap Natuur en Bos, om in uitvoering van die drie principes een aantal mogelijke pistes, uitvoeringsbesluiten, af te toetsen met het veld. Ik vind dat heel belangrijk als we iets beslissen, dat we daar ook luisteren. Hoe zien jullie dat als Natuurpunt, maar ook andere organisaties, private eigenaars die daarmee geconfronteerd worden? Dat is nu de periode die we nu doorlopen. Het agentschap Natuur en Bos is nu bezig met die consultatie. Een aantal pistes zijn met jullie afgetoetst, daar hebben jullie wat schrik rond. Onder andere de kleine natuur, zal die er nog zijn in Vlaanderen. Ik kan u hier vandaag zeggen dat ook voor mij de Europese natuurdoelstellingen halen is belangrijk, is cruciaal. Maar ook natuur dichtbij is voor mij een aandachtspunt in mijn bedrijf. Dus ook het feit dat mensen op loop- en fietsafstand van de natuur kunnen genieten, dat die natuur toegankelijk is, ook voor mij is dat een van mijn speerpunten in het beleid, wat ik ook zal uitvoeren in die besluiten. Wat zijn mijn diensten nu aan het doen? Die consultatie loopt bijna ten einde. Ze zullen mij dan een aantal voorstellen overmaken. En dan pas zullen wij definitief beslissen. Zullen wij ook kijken, wat waren de reacties? Wat kunnen we in die uitvoeringsbesluiten zetten? Het is ook zo dat het natuurdecreet, die drie principes, we moeten natuurlijk ook rekening houden met het feit dat de organisaties zoals Natuurpunt, dat die natuurlijk ook heel wat vrijwilligers aantrekken. Dat jullie, als jullie subsidies krijgen, daarnaast ook heel wat vrijwilligers aantrekken die ook aan natuurbeheer doen en zorgen dat we die natuurdoelen halen. Dus ook dat is voor mij wel een essentieel punt om daar ook rekening mee te houden. Dat als mensen zelf meehelpen in de natuur, vergroot dat ook het draagvlak voor natuur in Vlaanderen. Dus ik voel mij ook gesterkt met de klok en met de petitie die jullie overal in Vlaanderen gelanceerd hebben. Ik wacht nu op de voorstellen die onze diensten hebben uitgewerkt. En dan zullen we zien welke richting we uitgaan. Dat was ook een beetje mijn repliek op jullie actie, want het is nog te vroeg. We hebben nog geen beslissing genomen, dus we hebben nog even tijd om daar verder over van gedachten te wisselen. Maar ik zal die klok een mooie plek geven, zodanig dat we allemaal op hetzelfde tijdstip beslissingen nemen en ook de juiste beslissing, zodanig dat in Vlaanderen de natuur dichtbij is, toegankelijk is en dat er natuurlijk ook ondersteuning is, maar zonder te raken aan die drie principes van vereenvoudiging, voor iedereen toegankelijk en ook zorgen dat we meer kijken naar de resultaten, de doelstellingen die we halen, dan naar wie moet aan dat natuurbeheer. Dat zijn voor mij wel belangrijke punten die we ook in de beslissing zullen meenemen. Dat was van mijn kant de repliek, dus
bedankt. Ik heb begrepen dat hier een aantal exoten aan het brullen zijn in dit natuurgebied. Dat is ook een grote uitdaging waarvoor we staan, maar dat is een heel ander onderwerp waar we het een andere keer zullen over hebben. Oké, heel erg bedankt. Ja, dankjewel.